Hallo YouTube, dagelijks Sander hier. En welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we mijn eerste unbox video doen. Toen het was dat de faalde, dus nummer 2. Ik had twee dozen. En was een grote en een kleine. En ik dacht, die grote is van mij. Ik weet niet waarom, maar dat dacht ik gewoon. Dus ik maak hem open. Ik dacht, what the fuck, er zat een gaming headset. Ik denk, huh? En dan keek ik zo, gewoon een fucking goedkoop ding zo met een USB-stick. Ik dacht, wat de hel? En ik ga naar mijn broer toe. En dan zie je, hey, dat is mijn pakketje. Goddomme. En ja, hier heb ik hem eindelijk. Ik denk dat dit wel goed is. Ja. Daar zie je niet, hoef je ook niet te zien. Dit. Ik ga afhalen, weet maar niet, misschien moet ik hem terugsturen. Oké. Laat hem openmaken. Wat? Ik ben bezig. Ga weg, ik ben bezig. Sorry, was mijn fout. En hier heb je hem. Een erg mooi product is het. Hij ziet er zo uit. Ik zal hem eruit halen. Het is een muis met 17 knoppen als het is. Kijk hoor. Je ziet. Nee, je ziet het niet echt, maar hier zit hij in. Erg mooi design. Openmaken. Stom plakband. Zo. Zijn er geen boekjes bij of zo? Oh, die zit hier achter. Oké, okay. Nou, we laten eerst het boekje zien. Haha, ontspant houden. Sorry, mijn voet kriebelde. Oh, maak ze ook alles vast? Wat een onzin. Oké. Ja. Open. Waarom moet er nou net gebeuren die? Oké, okay. Je ziet hier Razer logo. Misschien zie je het niet, misschien wel. Er staat ook iets op de achterkant. For gamers, by gamers. Dit is heel mooi gemaakt. Je ziet hier. Is voor niks speciaals aan dit. Dit zijn bijvoorbeeld boekjes met allemaal andere Razer producten erin. Ik zal hier even laten zien. Zo, je ziet misschien niet goed wat wat donker is. Ik ben nu net aan het filmen op een raam. En als ik die openzet dan zie je helemaal niks meer. Dus daarom. Oké. Leg op de grond neer. We hebben hier van die soort van rubbertjes kan je op je muis zetten om te weten waar jouw macro's bijvoorbeeld op zitten. Dus dat is heel erg handig voor beginners. Ga ik zeker gebruiken, denk. We hebben hier een leuke. Dus dit. Dat is gewoon een raar ding. Een kartonnen ding. Daar heb ik niks aan. We hebben hier ook stickers gekregen. Kan je ergens op plakken. Daar gaat het ding. En we hebben hier de handleiding. Heel mooi design heeft het. Dat zie je niet vaak. En
Nu valt alles. En nu gaan we hem eruit halen. Het voelt heel fijn. Het is koud nog. Haal hem gewoon even helemaal uit. Zo. Dit is hem. Je ziet hier de knoppen aan de zijkant. Alle 12. Je hebt hier 2. Oh, hier zo 2. Deze een scrolling. En we hebben hier. Ja, dat was het. Even kijken hoe die aanvoelt. Hij voelt fijn aan. Een mooie boog hier voor je handen die erop kunnen liggen. En we gaan nu inpluggen in mijn PC. En de. Ja, hoe moet ik het zeggen? Je ziet hier 12 knoppen liggen. Scrollingen zie je liggen. Je ziet het Razer logo. Die zie je gloeien. Ik denk dat die het leven is. Jullie zien het niet zo goed. Hier zie je. Hij is een beetje aan het flashen. En het is echt heel mooi. En ja, het is gewoon een super mooie muis. Deze muis kost iets rond de 80 euro. Op, ik zal niet zeggen waar ik hem gekocht heb. Pokémon.com. En ja. En dat was de muis wel. Ik zal binnenkort ook. Ja, als jullie zien wat er gaat gebeuren. En ja, dat was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, reageren, duimpjes omhoog en een deel met je vrienden op huis, Facebook en Twitter. En tot de volgende keer allemaal. Houdoe.